Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services. Goedendag, de op één na laatste WPT-TV, want morgen wordt de finale gespeeld en daarna moeten we weer 2 jaar wachten op een World Pool Tournament. Straks maken we kennis met de jongste honkbalvereniging van deze regio. En we gaan met 2 Duitse honkballers naar de binnenstad van Rotterdam. En praten daar vrij uit over wat daar 71 jaar geleden is gebeurd. Maar nu eerst Diego Marmarkwel en Riley Ligito. Deze 2 spelers van Neptunus spelen voor Oranje, maar komen van Curaçao. En wij waren benieuwd wat het met hun doet als hun Curaçao hier een wedstrijd speelt. Sigue el swing, y lo tengo yo, óyelo. Je pikt dat wel gewoon. Het is wel leuk. Het is wel leuk om naar Curaçao te kijken. Weet je, het land waar ik vandaan kom. En die jongens. Zie je spelen? Van mij. Nou, Johnny, die hoort wat is. Nou. Ja, liefde is groot als we niet tegen hun spelen. Maar ja, in ons hart zit Curaçao wel. Bomba! En het volkslied van Curaçao. Corso. Slaci itu warang kadena di daluwi orso. Een typische kenmerken van Curaçao. Ja, ik denk, ze zijn altijd lawaaierig. Ja, en ze tolereren bijna niks. Ja, dat is cultuur. Ja, dat is gewoon, ja. Ja, zo is typische Curaçao. Ja, misschien ooit voor de Curaçao uitkomen, maar ja, tot nu toe blijf ik het Nederlands team uitkomen. Ik denk, het zijn meer de grote toernooien, maar ja, die jongens zijn pas begonnen en ik hoop dat ze heel ver komen met de grote toernooien en de kwalificaties, dat ze meer WK's en zo kunnen spelen. Dan wordt het wel leuker, denk ik. Ja, natuurlijk is het een droom, omdat ik heb laatst voor de selectie van Curaçao gespeeld toen ik 15 jaar was de laatste keer dat ik heb met de selectie van Curaçao gespeeld. Nu speel ik al 12 jaar voor het Nederlandse team. Als ik ooit wel, dat is echt een typisch Curaçao daar. Wordt helemaal gek. Zelfs als die ding gewoon niet goed gaat, zoals hij wil. Maar dan wordt hij helemaal gek. Ja, hij is, is altijd constant aan het lachen. Grappig zijn en zo. En ja, dat is Riley gewoon, weet je. Echt Curaçao naar mensen die gewoon praten met iedereen en zo. Dus echt een ding. Ja, wat je ziet op het veld is wat je krijgt bij het veld ook bij Riley. Geniet van mijn leven. Ja. In de Amerikaanse sporten valt vaak het woord rookie. Een rookie is gewoon een eerstejaars speler op het allerhoogste niveau. En die spelers die worden buiten het veld nog wel eens op de proef gesteld. Zo hadden we een vrije dag in Minnesota en mocht ik met de mannen mee naar een of ander winkelcentrum en eindigden we uiteindelijk in een restaurant. We hebben een hele middag zitten eten en drinken en uiteindelijk moest natuurlijk de rekening betaald worden. En zei men, alle creditcards op een hoop en gaan we er uiteindelijk eentje uittrekken. Nou, al die platinumkaarten en die gouden kaarten lagen daar, er lag 1 blauw kaartje, dat was die van mij. En uiteindelijk hadden ze natuurlijk zo geregeld dat mijn kaartje eruit werd getrokken en moest ik de hele rekening betalen. Ik meen dat het iets van $1200 was. Vervolgens hebben ze me 1-2 dagen hebben ze me in het ongewis gelaten, maar de derde dag lag er uiteindelijk een envelop op mijn stoel met geld erin, wat vele malen meer was dan die $1200 die ik die ene dag moest betalen. Dad, you're gonna run again.
Welkom bij de Portland Pumas. We zijn de jongste vereniging hier in de regio. Vorig jaar, in november, zijn we definitief opgericht. En vandaag met z'n allen gaan we naar het WPT toe. En het moet een geweldige dag worden. Ik denk dat de meeste kinderen dat nog nooit hebben gezien. Dus op televisie waarschijnlijk, maar niet in het echt. Het gevoel van het stadion meemaken is natuurlijk geweldig. Ik zie dat jullie je handschoenen ook mee hebben genomen. Waarom is dat? Nou, als er een bal in het publiek komt, dan kunnen we misschien nog vangen. Hoop je daarop? Ja. Hoe vind je het nou? Leuk. Wat is er zo leuk aan? Ze maken hier heel vaak dubbel plays. Hele mooie vangballen. Ja. De wedstrijd kijken? Nee, ik had even zin om over te gooien met Joey. Zelf honkballen is toch altijd het leukste, of niet? Ja. Het is best wel lang hè, voor die kleintjes, 9 innings. Is inderdaad best lang, ja. Maar gelukkig kunnen ze af en toe even van de tribune af en een balletje gooien. Dat scheelt, ja. Zijn ze erg onder de indruk? Ze zijn heel erg onder de indruk. Alleen, ja, het is natuurlijk geen Nederlands team. En dat is, dus we hopen vanavond ze wat langer op de tribune te kunnen houden. Ja! Te winnen? Ik denk Taiwan, maar ik hoop Duitsland. Want als Taiwan verliest en Nederland de volgende wedstrijd wint, dan staat Nederland eerste. Je bent goed op de hoogte, hè? Gaan jullie later ook in dit stadion spelen? Hoop het. Ja, zou het wel willen. Maar je moet je wel heel goed je best doen. Dan nu het toernooi zelf, want wie wordt de tegenstander van Taiwan in de finale morgen? Het lijkt Cuba te gaan worden, want zij waren gisteren met 2-0 te sterk voor Nederland. Wil Oranje de finale alsnog halen, dan moet Cuba op deze zaterdag verliezen van Duitsland. En dan moet Oranje zelf nu van Curaçao winnen. David Bergman van het Haarlemse Kinheim is de startende werper voor Nederland tegen Curaçao. En dit is Michael Duursma, draait een goed dubbelspel met Dwayne Kemp en Jeffrey Arends. En zo komt Oranje ongeschonden de eerste inning door. De tweede Nederlandse slagbeurt. Honkslag Jeffrey Arends. Kemp door naar het derde honk. Maar de aangooi van Jair Josefa vanuit het rechtsveld is fantastisch. Kemp uit. En aan slag Vince Roy. Ook hij de bal het rechtsveld in. Arends blijft veilig op 2. Duco Jansen van Kinheim start het namens Curaçao. Shadi Madanchi. Honkslag. Arends op 3, Roy op 2. En Roelie Henrique krijgt dan 4 wijd. En dus mag Arends zomaar over de thuisbaat lopen voor het eerste Nederlandse punt. Duursma dan aan slag. Ook 4 wijd voor hem. En dan mag Roy over de thuisbaat komen. 2-0 voor Nederland. Het betekent het einde voor Duco Jansen. Want coach Johnny Ballantina haalt hem van de heuvel. Curaçao krijgt dan het eerste en tweede honk bezet. Kirin Nongo wordt uitgevangen door Daanchi, maar Carolus gaat naar 3. Goede aangooi, maar Roy doet het niet goed op 3. Carolus is in. Scoringskansen dus voor Curaçao. Maar dat wordt dan weer vakkundig opgelost door Duursma en Kemp op het tweede honk. Weer geen punten tegen voor Nederland. De derde oranje slagbeurt. Weer mensen in scoringspositie. Bas de Jong met de honkslag. Sidney de Jong komt thuis. En achter hem ook Dwayne Kemp. Nederland blijft scoren en wint uiteindelijk met 9-0 van Curaçao. Maar of het genoeg is voor een plek in de finale, dat weten we na Duitsland tegen Cuba. Als Duitsland wint, staat Oranje in de finale tegen Taiwan.
Winnen de Cubanen, dan gaan zij door en spelen zij zondagmiddag tegen de Aziaten. Van Oranje naar iets anders, naar heel iets anders. Want wij allemaal kennen natuurlijk het verhaal van het Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. Maar het is logisch dat de jonge Duitse honkballers die dit WPT spelen niet zo bekend zijn met die geschiedenis. Wat dan wel weer mooi is om te zien, is dat ze openstaan voor een confrontatie met ons verleden. Ich heiße Simon Güring, bin 27 und bin Catcher in der deutschen Nationalmannschaft. Mein Name ist Dirk Fries, ich bin 32 Jahre alt. Ich bin ehemaliger Pitcher in der Nationalmannschaft und aktuell Assistenztrainer. Ich kenne Rotterdam einfach hauptsächlich über das Baseball. Dadurch, dass ich eigentlich ausschließlich bis jetzt für Baseball hier war, das ist eigentlich das, womit ich Rotterdam verbinde. Ich denke, dass der Zweite Weltkrieg, dass in den Schulen, in der Politik und auch in den Zeitungen dafür gesorgt wird, dass es immer zu einem gewissen Grade ein Thema bleibt, dass er nicht vergessen wird. Ich denke, es ist immer noch ein Thema und es wird es wohl auch bleiben. Aber ich denke, in meiner Generation, beziehungsweise die jetzt auch schon nach mir kommt, ist es einfach ein Teil der Geschichte, auf die man nicht stolz ist, die aber passiert ist. Aber ja, dass man jetzt versucht, von jetzt an weiterzumachen und einfach von solchen Sachen auch zu lernen und möglichst solche Fehler nicht nochmal passieren. Wenn man mit einem großen Schuldgefühl oder mit einer allzu großen Erinnerung an die Vergangenheit herangeht, dann ist man vielleicht auch nicht so offen, wie man das eigentlich sein sollte. Deswegen denke ich, es ist eine gute Sache, wenn man einfach hier nach Holland kommt und die Sache erstmal auf sich zukommen lässt, sowohl das Baseballturnier als auch die Umgebung, um sich dann auch sein eigenes Bild zu machen. Es war zumindest sehr lange so, dass man eigentlich eher so das Gefühl hatte, man durfte nicht stolz oder froh darüber sein, dass man Deutscher ist. Und ich denke aber, dass es jetzt die letzten Jahre, und vielleicht kommt es auch durch den Sport bzw. durch die Fußballer damals, 2006 war das die Weltmeisterschaft in Deutschland, da hatte man wirklich irgendwie so das erste Mal das Gefühl, dass irgendwie alle Deutschen stolz waren, Deutsche zu sein. Und das war irgendwie am Anfang so ein bisschen komisches Gefühl, dass man das sein durfte. Hatte ich zumindest das Gefühl. Aber ich denke, dass es in der Zwischenzeit jetzt so langsam wieder kommt, dass man auch stolz sein darf, Deutscher zu sein. Mooi verwoord door twee jonge mannen die niet blind zijn voor het verleden. De overgang naar de prijsvraag is dan altijd een rare overgang. Maar we maken hem toch, want het antwoord op de vraag van gisteren is dat het World Poker Tournament 8 keer is gewonnen door een Cubaans team. Jamie Francisca uit Dordrecht is de laatste winnaar van de cap van het Nederlands team en de twee kaarten voor de finale van het WPT. Vandaag is er geen prijsvraag, maar morgen maken we dat dubbel en dwars goed, want dan geven we eenmalig weg kaartjes voor alle wedstrijden van het World Poker Tournament van 2013. We doen dat in de laatste uitzending van WPT-TV die we live opnemen om 16:45, net na de finale. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services.